Welkom terug. Dit is de verlenging. We zijn op YouTube, heren. Ha, fijn, leuk. Welkom. Ja, we bespreken alles wat in de uitzending niet besproken is. We hebben altijd te weinig tijd op televisie. Bekerloting Fortuna. Eindhoven's tegenstander ergens in december, waarschijnlijk de 19e. Ja, waren ze tevreden over bij Fortuna en ik snap dat. Bedoel, wel uit, hè? Dat is wel jammer. Wel uit, ze hadden gehoopt op een thuiswedstrijd. Maar goed, met Eindhoven uit moet je kunnen winnen. Het is kunstgras, hè? Hey, het is kunstgras. Heb je door de week uit Sparta-Nijkerk, of niet? Ik weet het. Shit systeem wat FC Eindhoven speelt met 5 verdedigers. Nee, maar je hebt geen onderschatting tegen Eindhoven, denk ik. Ja, tegen een amateurclub kun je misschien nog zeggen van oké, maar dat zullen ze tegen Eindhoven niet doen. Ze zijn klaar dan met de competitie. Ze hebben alleen die bekerwedstrijd nog en daarna begint de winterstop. Dus bewaren we deze beelden wat hij nou zegt? Maar ja. Heb je flink wat vertrouwen getankt Sparta-Nijkerk? Nee, maar ik denk dat ze daar ook. En het is ook niet in de buurt voor de supporters, zei Danny Buijs. Dus ik denk dat ze daar helemaal niet zo ontevreden over zijn. Ja, het is de dichtst mogelijk, dichtstbijzijnde uitwedstrijd die je kan hebben. Ja, precies. Dat is beter als Spakenburg uit bijvoorbeeld. Nou, ja. Je beter naar Eindhoven gaan. Ja, denk ik ook. Ja, maar het is wel de enige club die nog over is in de beker. Ik heb het idee dat de Limburgse clubs, maar de betaald voetbalclubs in het algemeen de beker helemaal niet meer zo belangrijk vinden. Het is meer een sta in de weg zelfs voor de competitie. Om te winnen. Hè? Ja, maar hoeveel spelen er al met de reservekeeper die de beker mag spelen? Bij kleine blessures, alle iemand anders. De beker wordt niet serieus genomen. Totaal niet. Maar moet dat dan? Ja, zeker moet dat. Dat is net de charme van de beker. Ja. En het is cliché, maar het is de kortste weg naar Europees voetbal. Ja, voor de topclubs natuurlijk wel. Maar VVV is eigenlijk ook weer het bewijs dat clubs, en ook in de Eredivisie, heel bang zijn. Die toen VVV degradeerde, twee, drie jaar geleden, hebben ze de halve finale van de beker gehad. Hmm. Ja, tegen Vitesse. Ik moet in de woesten. Kribbeloesten. Ja, sorry. MVV, goede track record in de beker. Wij, 1984, 85, thuis tegen PSV, 1-1 in de oude Geusselt. Ja, misschien moet je even een beetje water drinken. Jij hebt toch helemaal niet zo iedere uitzending, heb jij gescoord? Sorry, en toen zijn we uitgegaan naar PSV en dan moesten we bij 5-3, moesten we een strafschop krijgen, kregen we niet. Mm-hmm. Stond de kwartfinale anders. Dat was de week daarna, of de week daarna, de wedstrijd daarna was Utrecht. Toen, we zagen echt wel een beetje 1-1 thuis. We waren aan het drukken, je kon winnen. En dan ga je ook een beetje filosoferen. Eredivisie, we stonden ook mee onderaan. We zijn toen net veilig gespeeld. Maar dat is wat jij zegt. Als je in de Eredivisie speelt, of in de Eerste Divisie, je kunt je profileren, ook als speler, als club. En we hebben het vaak genoeg gezien vorig jaar ook een paar keer dat ze tweede elftal opstellen. Die gast van RKC toen. 7 wissels en dat soort dingen. En dan vind ik niet dat je... Kijk, als je geblesseerd bent... sorry. Maar PSV is een mooie wedstrijd. Ja. Nee, als je echt geblesseerd bent, moet je iemand niet opstellen. Maar je moet hetzelfde benaderen als competitiewedstrijd. Als het even kan en je bent fit. Ja, vind ik goed. We gaan even kijken naar een fragmentje van Ruben van Bommel. Er is een nieuwe documentaire vandaag gelanceerd, ook op YouTube. Jong Oranje, alles om te winnen. En daar gaat het onder andere over Ruben, die misschien mogelijk wel een nummer 10 positie krijgt. En aan jou om dat te laten zien. Maar ik weet met jouw kwaliteiten, die heb je gewoon naar nodig. Je kan iemand wegsteken. Je hebt een goed schot, je kan scoren, je hebt snelheid, je hebt een actie. Mijn moeder die heeft vroeger atletiek gedaan. Dus ik denk dat ik de motoriek een beetje van haar heb. En mijn vader staat er natuurlijk om bekend dat hij niet altijd de snelste was. Dus dat heb ik van mijn moeder, denk ik. En van mijn vader denk ik dat ik wel wat karakter heb. Dan heb je het over altijd willen winnen. En een manier zoeken om te winnen. Hm. Mooi. Ja. Atletisch vermogen van moeder en het karakter van vader. Hij is voor zijn lengte mooi. Is hij ook heel erg snel. Hij is 1,90, denk ik. Hè? Ja, inderdaad. Ik de 1,90. Ja, lange speler. Ja. En hij heeft een hele mooie atletische bouw. Jij kent zijn moeder ook inderdaad. En, ik wist niet dat ze atletiek deed. Maar, dat hij nu op 10 vind ik wel opvallend. Niet? Nou, maar, ik vind hij wordt altijd vergeleken met zijn vader. Werd jij ook vergeleken met je vader vroeger? Nee, de oudere generatie die zei dat mijn vader een hele sierlijke, flegmatieke, tweebenige. Oh nee, schijnbaar technisch hoogbegaafde. Ja, nee, ik leek niet op mijn vader. Nee. En werd je wel mee vergeleken? Ja, nou ja, mijn vader was echt een voetballer. En die middenveld of linksbinnen, dat soort posities was ook linksbenig, maar kon ook heel goed met rechts. Penalty specialist was ik ook niet.
Maar mijn vader zei altijd, het enige wat ik niet had, was de agressiviteit, de gift die ik wel had. Ja. Maar dat verschil zie je bij Van Bommel ook een beetje natuurlijk. Dat, ja, ook vanwege de positie natuurlijk. Ja. Maar hij heeft niet die agressiviteit die Mark heeft. Nee, Mark heeft van lijken. Ja, dat klopt. Maar hij speelt toch nog steeds heel weinig bij AZ eigenlijk. Ja, maar geef hem de tijd. Ze spelen genoeg in zo'n seizoen. Jong Oranje, AZ, Europa. De beker dadelijk. AZ zal hij ongetwijfeld gaan spelen. Ja. Hij moet ook het geduld hebben. Ik zie natuurlijk Bert ook zitten bij Excelsior uit op de tribune. En Bert denkt natuurlijk ook, ja, ik kom voor Ruben. Maar ja, de trainer zal niet daar rekening mee houden en hem dan opstellen. Maar nummer 10, een goede plek voor hem. Ja, dat weet ik niet. Hij heeft een actie, hij is snel. Ik zou voorlopig de linksbuitenpositie ambiëren in het eerste team sowieso. Ja. Omdat je daar altijd net iets meer ruimte... Ja. Bij AZ krijgt. Heeft hij op links heeft hij heel veel mannen voor zich. Nou ja, op 10 staat daar Dani de Wit. Die is eigenlijk ook onomstreden, uiteraard. Maar met je leeftijdsgenoten, op 10, is zij denk ik wel een van de beste. Ja. We hebben veel vaak gespeeld. Hè? Die concurrentie is in de breedte enorm groot. Op iedere linie hebben ze 2-3 gasten van dat tweede elftal vroeger, van jong AZ, die gewoon of van A1 zelfs, die gewoon heel erg talentvol zijn. Ja, dat wist hij van tevoren. En dadelijk krijg ik gelijk dat hij beter naar Go Ahead Eagles had kunnen gaan. Nee, natuurlijk niet. Nee. Als het in het project van Bommel past, dat heeft die trainer tegen hem gezegd, dat hebben ze van tevoren besproken, dan is dit de geleidelijke weg naar de top. Ja. Ander filmpje. Frans Timmermans en Nathan Rutjes. Het is natuurlijk verkiezingstijd en het gaat over het belang van goede faciliteiten bij sportverenigingen en dus ook bij voetbal. Wat gaat uw partij betekenen voor de sport? Door de sport ontdek je wie je bent. En daarom moeten de basisvoorzieningen op orde zijn. Er moeten kleedkamers zijn, kantines zijn. Er moeten faciliteiten zijn voor al die vrijwilligers die komen. Het moet mensen makkelijker worden. Zijn we er klaar voor, boys? Ja! Ja, dat dacht ik wel, hè? Want Sparta 109! Die moet daar een leger! Top vent. Ja, Rutjes. Nathan, ja, precies. Ja, precies. Nathan, ja. Timmermans niet dan. Heb je het debat gezien gisteren? Ik heb het debat gezien, ja. En? Nou, ik vind dat hij altijd zo gemeen kijkt naar de tegenstanders. Zo ziet hij dat namelijk ook. En waar Frans een beetje... Tegenstanders ook echt. Ja, echt. Maar zo ziet hij dat ook. En je ziet dat hij probeert ook die om zich een beetje te intimideren. En ik heb het gevoel dat hij zijn feitenkennis te snel als parate kennis wil tentoonspreiden. En dat hij daardoor vaak toch de plank misslaat. Ja. En die andere twee, die Dylan en die Omtzigt... Ja, die hebben het dossierkennis beter op orde. Hij moet zich niet laten verleiden door te snel uitspraken te doen. Dat heeft hij een paar keer nu gedaan al. Ja, dit filmpje kwam van NSC-NSF en dat gaat dus over de faciliteiten bij sportclubs. En daar ben je natuurlijk ook mee bezig met gezondheid en sport, ook voor jeugd. Ja, maar niet met de faciliteiten bij de sportverenigingen zelf, hè? Nee. Dat vind ik wel belangrijk, maar bedoel, daar hou ik Maar over het algemeen, hè, kijk, niet bij neer per se, maar hoe zijn die faciliteiten zo? Is dat iets... Speelt dat dan? Ja, alle sportverenigingen hebben het heel lastig momenteel. Om genoeg kader te krijgen, vrijwilligers. En B, om het financieel allemaal rond te draaien. Je ziet ook de ene fusie naar de andere. Zeker in het amateurvoetbal. Ja, dat is heel lastig. Ja. En Falco, jij bent natuurlijk communicatiespecialist bij Zuiderland. Ja. Dit is natuurlijk volledig in scène gezet en afgesproken. En welke vraag krijg je en zo. Is dit nou... Hoe het moet, vind jij? Ja, ik vond het een beetje ongemakkelijk hoe die erbij stond. Het is wel erg gescript, maar ik denk wel dat het goed is dat je zo iemand... dat hij wil opkomen voor de gewone man. Hij staat voor links en voor... Iedereen moet kunnen meedoen, zeg maar. En dat hij dan bij zo'n jeugdteam... zeker in een wijk in Rotterdam, waar niet al te best... ik denk het is hartstikke goed. Ja, dit was op... Ik vind het best een goed offensief. Dus, Alleen, moet dan losser. Hij staat er zo stijfjes. Ja. Maar ik vind trouwens dat we het schromelijk overdrijven... dat we die kinderen, deze week hier in het stadion laten voetballen... met 14, 15 jaar, op kunstgras... dat ze gehaald en gebracht moeten worden. Ik wil even terug naar vroeger. Waar heb jij vroeger getraind? Op een klotenveld met slecht licht. Met douches waar koud water uit kwam. Je kon zeiknat op de fiets, kwam je naar de training. En ik wil open verteld, ik weet het. Maar toen werden de echte kerels geboren. We zijn nu echt een generatie, een couveuse generatie aan het creëren. Dat als het een keer waait, gaan we niet trainen. Als het veld één keer hobbelt, dan weten we niet wat we ermee aan moeten. Ik vind dat we wat minder moeten... Je hebt helemaal gelijk. Helemaal. Oh, dan stop ik nu. Ja, ga door. Maar deze tijd kan dat niet meer. Weet ik. Want als je niet opgehaald wordt met dat busje, dan kiezen de ouderen of de speler zelf al voor een andere club. Ja. Ze worden thuis al in de watten gelegd. Maar je oogst echt wat je zaait. Hè? Ja, maar hoeveel ouders denken als ze
hun zoontje één of twee keer een keer gescoord heeft, dat ze de nieuwe Messi al, ja, al hebben. Ja. Ik werd vaker gebeld door ouders die zeggen van, mijn kind is nog niet gescout. Hoe kan dat? Kun jij ons helpen? Zeg heel even, waar hebben we het over? Hoe oud is hij? Ja, 6 jaar. Ja, ik zeg, doe hem eerst de luiers af, laat hem eens lekker bij de eigen club eerst ballen. Ja, ja. Ik zeg, die scouts komen wel als die goed... Maar het moet allemaal, ja, al... En het worden geen kerels meer, nee, daardoor. Nee. Ik hoop dat we eens andere tijden komen. En dat saneren, dat inderdaad dat fuseren van al die clubs, dat hebben ze in Maastricht ook heel veel gedaan. Saneren heet gezond maken, maar als je gewoon iedere keer maar clubs bij elkaar voegt, met een rare afgekorte naam die niemand meer herkent, waardoor de cultuur zelfs in de buitensteden totaal verloren gaat. Want als je hier bijvoorbeeld RKSV Ambi, wat een dorp is, laat dadelijk fuseren met Willem I, wat een prachtig stadsdeel is in Maastricht, maar wel echt bij de stad hoort. Je raakt die cultuur ook nog een keer kwijt. Saneren is niet alleen maar bij elkaar duwen en weer twee velden minder hoeven te onderhouden. Ik zou daar meer willen in investeren. Ja. En het hoeft niet allemaal high-end te zijn en met toeters en bellen en diamant. Het mag ook wel wat basaler, ja, dat vind ik. Oké. Ja, maar het probleem is ook dat je krijgt dan hele grote amateurclubs, waar dan heel veel kinderen weer zijn. En dan krijg je weer een trainersprobleem. Ja, precies. Ja, precies dat. Dat heeft ook, ja, een probleem. Verenigingsmanagers. Komende zondag speelt Roda tegen FC Groningen. En Romano Postema, speler van FC Groningen, die zegt het volgende over zijn oude club. Ik hoop dat we winnen. Het is tegen een club waar ik vorig jaar heb gespeeld. Dus ik wil hun even laten zien wat voetbal is eigenlijk. Dus ik hoop dat we winnen, ja. Ik wil hun even laten zien wat voetbal is. Zegt hij. Ja, had hij dan in Kerkrade maar laten zien? Ja. Ja. Lekker op zijn. Dus dat heeft hij in Kerkrade nooit laten zien. Dus ik ben ervan overtuigd dat zondag ook niet gaat lukken dan. Is FC Groningen überhaupt in de positie om... om nee, te maar die spitsen bij Groningen roepen wel rare dingen. Want ja, hij roept nou dit en Kevin van Veen die zou er 30 in maken. Inschieten, die staat tegenwoordig al reserve, geloof ik. Ja. Groningen staat gewoon op een hele nette 13e plaats. Hè? Ja. Met het hoogste budget, eredivisie waardig. Hè? Ja. Ja, dat ongelooflijk. Is... Maar ja, Flederis is opgestapt ondertussen. Ja? Heeft zich dat toch toe aangetrokken. Nou, ja. Wouter Gudde gaat ook weg daar. Dat is één grote pijnboek. Ja. Ja. Jammer voor die mensen daar. Een mooie club. Ja. Ja. Maar een mooie wedstrijd. Maar ik ben bij Roda benieuwd. Vanavond bij Eindhoven. Dat vind ik veel moeilijker. Ook door de week kunstgras. Moeilijke tegenstander met 5 verdedigers. Dan om je op te laden voor die 2 thuiswedstrijden die dan volgen tegen FC Groningen en tegen MVV. Ja. Hmm. Daar ben je motivatie nodig, zeg je. Nee. En dat zei Sibum volgens mij ook al. Vanavond is belangrijk. Als ze vanavond winnen, zie ik ze de komende weken ook wel die lijn doortrekken. Als ze vanavond verliezen, kan dat ook een neerwaartse spiraal gaan betekenen. Ja, precies. Ja, precies. En Sibum was nogal boos na die wedstrijd tegen Jong Ajax. We hebben wel gewonnen, maar ze moeten wel wat laten zien. Nou, ook even hebben. We hebben natuurlijk wel NEC daartussenin gehad. Ja. Je ziet wel twee die Sibum en Buijs, die lijken toch wel qua karakter zo op elkaar. Als je dan naar Van Berne kijkt, die moet dan uitlijken dat hij ook boos kan zijn. Exact. Even een vele zachtere uitstraling op die manier. Hè. Ja, Ricky Kruijs lijkt ook wel die kan ook wel hard zijn, hoor, denk ik. Ja. Oké. Maar hard vind ik niet ergens, maar duidelijk is en eerlijk. Ja. En volgens mij, dat is ook de reden dat die Old Cheek tussen de reserve staat. Want ik denk dat hij diep in zijn hart had hij hem het liefst gewoon opgesteld. Maar je wil ook duidelijk en eerlijk blijven. Als je voelt dus die regels anders raak je de rest van je selectie kwijt. Hè? Als het Romario was geweest... Maar gaat Old Cheek tot beter door voetballen, denk ik, dat hij nu op de bank zit? Dat hoop ik. Ik denk dat dat wel een gras is wat af en toe geprikkeld moet worden. Ja. Zou kunnen. Hij moet het niet laten lopen. Want dan hij wordt ook publiekelijk publiek op de bank gezet. Hè, disciplinair. Ja, maar hij komt er snel in, hoor. Hij kwam te laat. Als het niet loopt. Ja, die komt er snel in. Ja. Heren. Klaar? Zullen we hem inpakken? We pakken hem in. Heel goed. Pakken hem in. We zijn er volgende week maandag weer op L1 Televisie. Bedankt voor het kijken. Jullie bedankt om hier te blijven. Tot volgende week. Hoi, hoi. Hoi.